Emmen is trots. Trots op kunst en cultuur en trots op de titel Culturele Drentse Gemeente. Dit is Van Goede Grond. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Van Goede Grond. Ik sta hier in de bibliotheek in Emmen, waar vanavond de expositie Wat beweegt mij wordt gehouden. Ik sta hier naast Maya Zuiderveld. Zij is locatieleider van de Hessenlanden. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was het vandaag, het project Wat beweegt mij? Het was een geweldig project waarbij de kinderen zichzelf hebben kunnen laten zien. We hebben vanaf het begin van de schoolstart 2012-2013 gezegd van, nou, wat belangrijk is voor ons is je wordt gezien voor wie je bent en dat is goed genoeg. En dat is een visie die we eronder hebben liggen en die door de jaren heen eigenlijk steeds sterker is geworden. In het eerste jaar hebben wij een projectplan geschreven om ervoor te zorgen dat kinderen zichzelf zichtbaar maken in deze maatschappij. En eigenlijk is dat in ieder jaar hebben we wel iets gehad waardoor de kinderen daarin geslaagd zijn. En dat was in een van de eerste jaren een project waarbij de kinderen verhalen hebben geschreven met foto's erbij onder leiding van een journaliste. En in het jaar erop hebben de kinderen een film gemaakt over een situatie die ook in de expositie te zien is. En de verhalen hangen hier ook. En ik ben heel erg blij met de zichtbaarheid van onze kinderen voor de maatschappij. Oké. Ja, even voor de duidelijkheid. De Hessenlanden is dus een basisschool op het AZC in Emmen. Klopt, hè? Ja, dat klopt. En het AZC in Emmen is een gezinslocatie waar kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers zitten. Dus kinderen die eigenlijk gedurende een langere periode leven in een soort tussenland. Ze zijn geen onderdeel meer van de wereld waar ze uit vertrokken zijn. En ze zijn eigenlijk ook nog niet echt onderdeel van onze Nederlandse maatschappij. En met de toekomstloosheid die erin zit, doordat ze uitgeprocedeerd zijn, levert dat een hele hoop spanning op. En dit project heeft ervoor gezorgd dat kinderen die spanning voor een deel op het papier kwijt konden in hun kunstwerken en op die manier hun eigen wereld kunnen laten zien naar de wereld buiten hen. Ja, ik sta hier naast Dick. Hij is van de werkgroep Jonge Mantelzorgers. Zeg Dick, hoe ben jij bij dit project betrokken geraakt? Nou, het project is eigenlijk door ons bedacht. Wij zijn de initiator van dit project. Kijk, wij zien heel veel jongeren die naast gewoon jongeren ook mantelzorger zijn. Maar we weten dat ook juist de kinderen van de Hessenlanderschool, naast het feit dat ze al uit hun eigen land hier naartoe moesten, gevlucht zijn, ook nog eens een keer heel veel zorgen met zich meenemen. Dat zijn zorgen van kinderen die ze zelf al dragen. En daarnaast nog eens een keer de hele zorg en de ellende die ze in hun thuissituatie tegenkomen. En dat moeten die kinderen allemaal in met hun kinderwereld zien te verwerken. En dat bracht ons op het idee om Nelke erbij te betrekken, om te zeggen, dan kunnen we niet door middel van tekenen die kinderen de mogelijkheid bieden om iets van hun, wat hun bezighoudt, te uiten door middel van expressie. En dankzij het feit dat de gemeente juist dit jaar ook nog eens een prachtig project had van Goede Grond, konden we het ook nog eens met subsidie van de gemeente prachtig financieren. Every now and then I see a kite up in the sky. Ever since you left, I think my wings will never fly. After all, we may not got the chance to rewind. I'll be the stranger by your side. Ja, ik sta hier voor een aantal kunstwerken, zeg Nelleke. Dit zijn krachtschilden, heb je mij verteld. Ja, dit zijn krachtschilden. Vroeger in bepaalde culturen, dan ging men een schild maken. En dat schild dat symboliseerde eigenlijk van de kracht, de talenten, de kwaliteiten die je zou willen bezitten, maar die je ook eigenlijk hebt. En aan de kinderen heb ik gevraagd van, wat voor dier vind je een heel mooi dier? En vertel dan ook welke kwaliteiten je van dat dier zou willen hebben. En dat gaan we tekenen en dat gaan we op een krachtschild zetten met een goede gekleurde achtergrond, zodat het ook gesteund wordt. En als je daarmee bezig bent en je gaat je zo identificeren met een dier, dan zie je ook dat die kinderen vanzelf ook de kracht krijgen. Dat ze, hey man, ik ben een leeuw en ja, en ik kan de wereld aan. En dat gebeurt eigenlijk heel onbewust bij die kinderen. Dus eigenlijk is het een soort van onbewuste zelfreflectie. Ja, dat heb je mooi gezegd. Dat is het eigenlijk. Ik sta hier naast twee kunstenaressen van de expositie. En om met jou te beginnen, hoe was het om om mee te doen aan de expositie? Het was leuk. En waarom ik het leuk vond, omdat ik heel erg hou van tekenen en kunstwerk. Wat heb je gemaakt? Want ik zie hier allemaal verschillende soorten tekeningen, schilderijen. Want jullie hebben allemaal een thema gekregen, toch? Ik heb een schild gemaakt met mijn klas en op mijn schild staat een havik, een vos en een dolfijn.
En heeft dat nog een bepaalde betekenis? Want ja, ik neem aan dat je ook een bepaald verhaal ermee wil vertellen. Of vind je dolfijnen gewoon mooi? Of wat, ja, waarom heb je daarvoor gekozen? Een havik vind ik heel erg stoer. En een dolfijn vind ik heel erg schattig. En ja, en een vos vind ik ook stoer. Ja, en ik zag ook heel veel roze in je schilderij. Maar volgens mij komt dat omdat het je lievelingskleur is, of niet? Of zit ik daar dan helemaal naast? Ja, het klopt. Okay. En jij? Jij hebt ook een schilderij gemaakt. Ja, bij jou zagen we iets heel anders. Jij had een eigen tekst gemaakt, je eigen naam volgens mij, met letters in een bepaalde stijl. Vertel. Nou, we moesten mijn eigen naam gewoon in griftje schrijven. En volgens mij, omdat het gewoon ons naam belangrijk is, daar moesten we dat schrijven. Van de bibliotheek en het kunstproject Wat beweegt mij over naar de oude dierentuin. Waar de presentatie was van de cast en de crew van Walkieren Echo's onderweg naar later. Deze voorstelling wordt van 1 tot en met 4 september gehouden in het Oude Dierenpark. En afgelopen donderdag was hier een korte preview van. Feestje op de savanne, over naar een groot feest in Bargekopaskum. Het dorp bestaat 150 jaar en dat wordt nadrukkelijk gevierd in een volledige feestweek van 2 tot en met 9 juli. 150 jaar Bargekopaskum, dat is nogal een leeftijd. Het begint lichtelijk te stormen, misschien is het weer ook wel redelijk enthousiast erover. Wij in ieder geval wel, want vanmiddag wordt het geopend door lokale burgemeester Bouke Arends. En daarnaast hebben we natuurlijk ook nog de gif van Gerard Steenhuis, die met het boek komt 150 jaar Bargekopaskum. We hebben zojuist de opening gehad inderdaad van beide heren hier naast mij. 150 jaar Bargekopaskum, hoe speciaal is dat? Nou, behoorlijk speciaal lijkt me. We hebben natuurlijk al eerder een jubileum gehad. Maar dit jaar is wel speciaal als ik zie hoe fanatiek alle dorpsbewoners zijn. Wat we neer hebben gezet aan het programma. De straatversiering springt er wel uit, denk ik. Dus complimenten eigenlijk aan de inzet van al die dorpsbewoners. En dan de eer aan lokaal burgemeester heer Arends. Hoe speciaal en ja, wat is uw band met Bargekopaskum? Nou, ik heb een kameraadje gehad eerder op Bargekopaskum, dus daar ken ik Bargekopaskum van. Ik ben ook, in die tijd kwam ik ook wel regelmatig in het Veenmuseum. Dus wat dat betreft een echt speciale band met Bargekopaskum heb ik niet omdat ik hier niet geboren ben. Maar ik vind het wel een heel mooi dorp in onze gemeente. En ik denk dat als ik kijk naar dit mooie dorp, hoe het in de loop der jaren een mooie vorm heeft gekregen. Ik denk dat het een heel mooi dorp in onze gemeente is waar de inwoners van dit dorp ook bijzonder trots op kunnen zijn. Ja, en wat u zegt, bijzonder trots. Wat zijn met name de kenmerken van Bargekopaskum? Waar kunnen ze nou echt trots op zijn? En waaruit kenmerkt Bargekopaskum zich?
Nou, ik denk dat de saamhorigheid in het dorp heel groot is. Het met elkaar samen dingen aanpakken. En nou ja, ook als ik zie hoe dat Veemuseum, dat is 50 jaar geleden bij het 100-jarig bestaan van het dorp, is dat tot stand gekomen. En dat is er nog steeds. En het wordt op een hele mooie manier, wordt dat ja, als onderdeel van het dorp, krijgt het een plek hier in dit dorp. Ik denk dat dat heel erg mooi is voor dit dorp. De mensen kunnen dus kortom trots zijn. Ik denk dat de mensen echt trots kunnen zijn. Als je kijkt waar het dorp 150 jaar geleden natuurlijk vandaan is gekomen en waar we nu zijn. Natuurlijk, de tijden zijn allemaal veranderd, dat weten we allemaal. Maar als je kijkt hoe het dorp zich ontwikkeld heeft, dan denk ik dat dit een heel mooi voorbeeld is van een mooi veenkoloniaal dorp in onze gemeente. Waar we met elkaar, niet alleen de mensen uit Barg Kompas, maar de hele gemeente trots op kan zijn. Tot zover van Goede Grond voor deze week. Heel graag tot volgende week.